Goedemorgen guys, vandaag is een bijzondere drukke dag en jullie weten, we brengen jullie altijd mee met onze bijzondere activiteiten, kan ik zeggen. Vandaag word ik geïnterviewd door Tirsa Wong-Swisan bij de nieuwe productie en het heet She Rises. En daar ga ik dus nu naartoe. Ik hoop niet dat ik laat ben, ik denk het niet. Ik moet de plek wel nog even gaan zoeken. En zoals jullie weten, slaapt Michael dan nog. Het is vroeg. Het is 9:10. Het huis is een beetje woelig. Ik heb kleren van de lijn gehaald. Die moeten gevouwen worden. Ik heb extra broden gehaald. Maar zoals jullie weten, doneren we op de donderdag. En wanneer ik terugkom naar huis, zit ik dan in een clipshoot van Michael. Dus er is veel te doen. Maar I'm super excited guys, very excited. Ik ben ook bezig met een project van mezelf. Ik hoop dat jullie daar ook wat aan hebben. Ik ben er zeker van dat jullie wat van zullen hebben, maar dat komt nog. Ik denk in april gaan we die dan doen. Maar dan horen jullie dat ik heb nagellak gezet, y'all. Het is geen gel, het is echt gewoon ouderwetse nagellak die we kennen. Yeah, alleen zodat ik niet verlegen ben bij mijn handen wanneer ik praat zo meteen in het interview. Oké, ik heb mijn haartjes ingestopt, zoals jullie zien. Ik ben, dat is dus bij de hairbox. Ik heb mijn haren mooi geschoren bij Viaduct. Dat is op zorgen ook. Ik ga nu daar naartoe. En het wordt gesponsord door HSDS en Shanna. Dus y'all know dat mijn clothing on point gaat zijn. Mijn make-up wordt dan ook gedaan en mijn haar ook. Maar daar breng ik jullie sowieso naartoe. Dat zo, ciao. Ja, goed. Ja, mama. Dat is mijn altijd op de kinderen of zo. Maar je hebt make-up ook, hè? Ja, vandaag. Eindelijk. Tears before van Tears, hè? Dit is before van jou. Jawel. Before look. So this is my before face. Yeah. This is the real thing. Nee, je wakker worden, maar dan is dit het ook. Mensen zijn altijd van, het is geen natural look, want we zien er altijd met om een kilo's make-up op de gezicht. Kilo's? Nee, ja. Ik hou van make-up hoor. Als ik kan slapen met make-up, zou ik het wel doen. Nee, je meent het niet. Ik meen het wel. Ja, ik hou echt van make-up. Het is doodserieus. Het is super extreem. Echt van make-up. Ja, ik hou echt van make-up. Ik vind het zo leuk. Hoe zit je? Als het niet like, weird was om te baden s'avonds en me op te maken, zou ik het gewoon. Maar baden is een must. Ja, gewoon wanneer ik ga baden en ik ben gewoon s'avonds thuis en ik heb mijn slaapkleren aan, heb ik echt zin om een beetje mascara te zetten of zo. Je weet toch gewoon omdat ik het leuk. Echt hoor? Ja. Oh my god. Ik denk dat ik niet weet wanneer ik die mascara weer ga weghalen voor ik ga slapen. Dat is het dus niet. Ja, omdat je eigenlijk niet lekker moet slapen, slecht voor je gezicht. Anders zou ik het echt niet. En je poriën. Ja, precies. Maar je ziet, mijn gezin is een beetje gemalt. Dus ik probeer wel like serum dingetjes te gebruiken en zo. Het lukt wel? Het is een sharp. Ik doe mijn best. Ik ben niet braaf. Voor altijd, je denkt niet van je vaten. Daar met je look en dit. Maar ze praat als een visagist. One that cares a lot about your face. Ja, yeah, I appreciate it. Yeah. Red chair. En dit is de studio van vandaag. Ik heb een beetje gevochten hiermee, maar is uiteindelijk gelukt. En zoals Gwen houdt Tirsa ook heel veel van rozen. Dit is allemaal met de complimenten van HSDS. Dit was ook een van haar ideetjes. Gewoon heerlijk, lekkere sofa erbij. Ja.
before. Slimmer. Jij gaat hem sturen dan? Ja, goed. Ik vind je verhaal erg indrukwekkend, omdat het eigenlijk ook gezien kan worden als een wonder. Ja, toen je me het vertelde, dacht ik, wauw, it's a miracle. Maar goed, voordat we daarmee beginnen, ik weet, je bent een hele veelzijdige, mooie jonge dame. Misschien kan je beginnen te vertellen wat je doet in het dagelijks leven. Oké, we gaan beginnen bij kinderen. Wanneer ik zo ver ben, ik uit de weg kom om het te precies. Is het al een vrouw? Ja, precies. Is pijnlijk. Ja, is pijnlijk wanneer je als vrouw dat niet kan. Precies. Dus, ja, ik heb toen misschien een gewenste wens voor Firmity. Zou ik je dan willen vragen om in het eerste geval te focussen op jezelf? Wat wens jij? En misschien ook een soort van sociaal-maatschappelijke bijdrage. Wat je dus met Firmity wil leveren. Ja. Dat wat vrouwen eraan hebben. Ja. Dus mensen die kijken wat het voor hun zou kunnen betekenen. Ja. Dus, gelukkig. Ja hoor. Ben is een vlogger. Wow. Je moet haar YouTube page volgen. Gwen en Michalda. Michalda. Ik zie haar boosje op jou. Gwen en Michalda. Ik mis je die toch? Mis je die. Zie je gelukkig dat je gelijk. Goed. En dan hebben we ook nog... Okay. En dit is Jennifer, mijn fotograaf. En de crew van Supreme. Everybody say hey! Hello. It's a wrap. Yeah. Yeah. Okay guys, so... dat was het. She Rises. Interview voorbij. We gaan dan nu naar huis. En we gaan Michi opzoeken. Kijken hoe ver zij is, want zij zal ook haar make-up doen. En... on to the next set. Zou ik zeggen. Tot zo. Hey. What's up, Marypan? Ja, hete pan en een mooie vrouw. Mensen, ik ben naar huis. Ik wil jullie weten waar ik was. En ze viel me gelijk aan met eten. Dus in mijn hele garderobe ben ik aan het koken. Mag dat? Voor jou wel. Alles voor jou. Beautiful. Baby. Boy, ik ben moe, I tell you. Van de dag. I got you something. Wacht, ik kom nog voor je ogen maken. There you go. That's hot right here. It's hot right here. How you going? Hi. Oh snap, son. Look at the it's zwaar. It's hella zwaar. I was like, what the hell? Yes, there you go. Now you need to test it out. I can't do it. Huh? You can't do it. Fuck, dude. Holy snap, lentil. Oh man. Hey, thanks, dude. Mm-hmm. We're gonna make some dope visuals with this. Testing aperture. See? Moo! I've been on the road. Granny heeft me gelaten. Ik moest vandaag alles alleen doen, guys. She left my ass. It's a bit. Is it not a moment that they were cool? Maar. Hoe gaat je haar verder? Zo stoer ben je. Ja. Oké, ik doe geen haar. You know I don't do that. Ik doe mijn haar zelf. Ik wou ook niet. Au. Sorry.
What did I do? Your dress? Mijn pantoon. Ja, doe mijn haar zelf. Pak het op niemand. Oké. Wat is je tip? De mijne. De jouwe. Oké, ik zeg even naar die mensen wat je vandaag gaat doen. Hè? Ik kan het zelf loslaten. Lode even. Nee? Ja, vandaag zijn we bezig. Gaan we een videoclip fixen van mijn nieuwe song. Genaamd. Zal ik ze zeggen? Nee. Dus gaan ze dat gaan zoeken, gaan ze dat niet kunnen vinden. En dan gaan ze zeggen, kunnen we gaan? Ik kan niet mogen naar gaan zwemmen. Ja, spam je idee. Even wachten hoor. Even wachten. Het komt zo uit. Maar je ziet, er is een clip in de maak, dus het komt één. Eén deze dagen. Eén deze dagen. Etjes. Etjes bij. Een beetje etjes. Ga ik het loslaten, mama? Wat zeg je? Mooi. En loslaten betekent warm. Je don't see. Is het niet? Oh. Daar had ik mee, want ik was. Of? Het is los. Vast. I like it vast. Oké. Okay. Anders zou je me niet vragen hoe ik me voel. Dat is het niet. Jawel. Je wilde niet zeggen nee, maar... Het is wel een andere look. Ik wilde je me niet zeggen dat je dit mooier vindt. Ik ken jou ook niet. Dat is het lastige van jou, hè? Lastige van mij of het goede van mij? Het lastige van jou, hier. You were trying to be supportive and all, maar ik weet hoe je denkt. Ik weet gewoon precies hoe je denkt. Mijn brittenen was niet lekker. Nee? Zie dat je maar een paar een beetje. Ik heb uit honger gegeten en toen werd ik misselijk en toen heb ik het aan de kant gelaten. Nee. We gaan niet vermorzen mensen, of vermorzen. Die heeft het al gegeten. Wie? Zover. Ik vroeg hem als hij moest en hij zei nee. Beard. What a nugget question for you. Dan niet. Wie heeft zo'n lekkere vrouw? Iedereen niet. Nee. Ik ben van de dans. Maar waar is je oudje? Oh, waar het is? Nou, dan maar wel spons. Ik weet niet wat dat is. Vrietjer, hè? Ik wil niet dat ik je promoten. Hey guys. Hoe zit het aan de achterkant? Fine. Ja? Ja, man. Oké, terug dit. Paparazzi. I need to go. What up guys, it's your girl, the baddest bee in the end of scene. You already know what it is. Shout out naar jullie allemaal. Ik weet dat jullie ons missen en dat we be lacking een beetje. Maar we doen ons best. Echt. Gisteren was weer zo'n lange dag. Jullie hebben het zelf gezien. Ik was bezig met een videoclip voor mijn next tune. So stay tuned. You already know. Het komt binnenkort en echt binnenkort. Like, super snel. Like, misschien next week. Ga je al zien wat er gaande was. Ik heb niet alles voor jullie kunnen filmen, omdat... Yeah, sommige mensen waren too busy and too into their shows. Dan denken aan jullie. Het spijt me zeer. Maar jullie gaan die clip zien, dus jullie gaan zien wat er is gebeurd. Ja? Yeah? So stay tuned for that. Blijf uitkijken naar mijn... Nee, naar mijn nieuwe shades. Chisels, you know, er komen veel meer dingen naar buiten. En vandaag is een beautiful day. Niet echt, het regent zo af en toe. Maar, this is why it's beautiful. Look at her. Isn't she the cutest?
She my wifey though. Mensen, ze lijkt op 20, toch? Ja, kijk. She looks like 20. Picky vrouw, Jess. Anyway, say hi. Hi guys, alles goed? Hopelijk goed. Vandaag is zondag, is een us day. Chilling. Van maandag tot en met zaterdag zijn we altijd met mensen bezig. Dus vandaag is van ons. En ze brengen me uit eten vandaag. Aangezien lockdown een beetje is versoepeld. En nee, we gaan niet naar Wakapasi. We gaan gewoon lekker eten. En dan hebben we een business meeting met een heel goede vriend van ons. Jullie weten, we staan niet stil. Stap, zeg maar. Nee, ik moet niet stappen. You nasty. Anyways, guys. We hopen dat jullie hebben genoten van de vlog. We gaan nu eruit, anders gaat het blijven regenen en dan gaan we thuis blijven. En jullie weten dat we daarvan heel veel houden, maar we zijn al helemaal gekleed. Hou op. Oké, nu moet ik afhouden. Gaat in mijn beeld, je bent gewoon vies. Oké, guys, hoe moet je dat zeggen? Guys, we zien jullie next time. Bye.